Hoewel, misschien gaan ze wel eens op het balkon staan om de waterstand van de Waal te bestuderen. De peilschaal is van het polderdistrict van de Tiel- en Culemborgse Waarden, ook zo'n ernstig college. Het is hier een mooie plek om de Waal goed te zien en de ongeschonden overkant. Kijk, dit zijn opnamen van Tiel uit 1982. Zo te zien was de stad stevig verschanst achter dikke muren met dreigende kanonnen die in later tijden de burgers bulderend waarschuwden voor kruiend ijs. Dit is allemaal stuk geweest, aan puin geschoten of opgeblazen. Het is allemaal teruggekeerd, herbouwd, gerestaureerd. Dit is de Waterpoort, opgeblazen op 15 november 1944, maar in alle glorie herbouwd, voltooid 7 november 1979. Belendend staat de deftige grote sociëteit met twee O's en guirlandes tussen de ramen, het fraaiste pand van de stad. De Tielse Oudheidkamer heeft er ook onderdak. Als je het zo ziet, is het net op het nooitstuk is geweest. Deze straat heet het Plein. En aan de westzijde van het plein is de voormalige vismarkt, compleet met stadswapen en zuilengalerij. Dit is de speelse schaduw van een fraai gesmeed hek voor het Amtmanshuis. Zo genoemd naar de functie Amtman van de Noord-Betuwe en Richter van Tiel. Het huis heeft een 19e-eeuwse voorgevel, maar is in werkelijkheid 16e-eeuws. Alle opeenvolgende eigenaarbewoners hebben eraan verbouwd en vertimmerd. De huidige bewoner is het eerbiedwaardige college van het polderdistrict der Tieler en Culemborgse Waarden. Een van de Tielse richters was baron van Brakel, die door zijn schoonzoon, baron van Delen, werd vermoord vanwege een medeminnaar van de schoonmoeder, barones van Brakel, een kapitein Kalkoen. Allemaal duister en ingewikkeld en lang geleden. Dit gebed op een bord: nu, mijn God, laat toch uw ogen open en uw oren opmerkende zijn tot het gebed deze plaats, zit boven de 18e-eeuwse houten ingang van de 15e-eeuwse Martinikerk. De zware met tufsteen beklede toren lijkt wel op de toren van Zaltbommel, maar dan wel wat eenvoudiger, maar niet minder indrukwekkend. Zoals u ziet staat de toren in het schip van de kerk gebouwd. Ook de kerk werd door de maandenlange granaatbeschieting zo zwaar beschadigd dat restauratie onbegonnen werk leek te zijn. Toch heeft de Rijksdienst voor Monumentenzorg in de tijd van 6 jaren het geheel als een feniks uit de as doen herrijzen. Voltooiing 1964. In 1558 begon meester Cornelis Frederiks van Gouda met de bouw van het koor van de Martinikerk. Het werd evenwel nooit afgebouwd. En het half afgebouwde koor werd in de 18e eeuw mismoedig afgebroken. Je kunt nog zien hoe het was in het gras. De oude sacristie hebben ze gelukkig laten staan. Zeker omdat die wel af was. De helft van de kerk verdween in niets. Ga maar kijken. Van het oude Sint-Cecilia-klooster is alleen de kapel nog over. Ook zwaar getroffen in de oorlog en weer hersteld. En nu in gebruik als kerk van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Je kunt er niet omheen lopen, de kerk staat helemaal ingebouwd, zoals dat vroeger als kloosterkapel waarschijnlijk ook het geval is geweest. De
Lutherse zwaan ontbreekt niet, zoals u ziet. Kleine versieringen en een mooi silhouet van de Sint-Cecilia-kerk. Het belendende pand heeft waarschijnlijk ook tot hetzelfde middeleeuwse complex behoord. Maar alles verandert. Dit is een merkwaardig gebouw. Het staat aan de rand van Tiel, vlak bij de Waal, en zit vol met neo-Romaanse malligheden. Indruk moest het maken, want het is het kantongerecht, het voormalige paleis van justitie. Vandaar al die praalhanterij. Het is nog steeds indrukwekkend en het doet niet onder voor welk paleis van justitie dan ook. Met gebogen hoofd dien je binnen te gaan, schuldbewust, ook al had je niks gedaan. In Tiel moet je wezen, want Tiel telt voor 10. Je kunt je er zelfs over laten zetten naar dat gindse eenzame veerhuis aan de Wamelse kant waar ze pannenkoeken bakken. Je ruikt het al bijna aan de Tielse kant. Tiel aan de Waal. Eind van het verhaal. De wandeling door Tiel wordt aanstaande zondag gehouden. Vanaf 12 uur kunt u de routebeschrijving afhalen bij het VVV-kantoor, Stationstraat 37 in Tiel. Door tijdens de wandeling een paar vragen over Tiel goed te beantwoorden, maakt u bovendien kans een fraaie fiets te winnen. En deze week is die gewonnen door de heer of mevrouw Dijkgraaf uit Nijmegen. En de troostprijs, het Ontdek je plekje boekje, gaat deze week naar Ralf Wiggers uit Leiderdorp. Moest even kuchen. Als u nog kijkt, van harte gefeliciteerd. Onze uitzending voor vandaag zit er weer op. Maar aanstaande zaterdag dan zijn we dan weer op Nederland 2. Met onder andere een gouden vuist vol oranje. Een speciale vuist van Willem Duis ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van prinses Juliana en prins Bernard. Mag u dus absoluut niet missen. Morgen zijn we dan trouwens ook op radio. Radio 4 om precies te zijn. Vanaf 3 uur. En na deze laatste huishoudelijke mededelingen rest mij u nog een goede nachtrust toe te wensen en ik hoop u gauw weer terug te zien.